Herenstraat Helemaal wordt u aangeboden door Palazzo, de beste ondernemer van Groningen. Zwanenstraat 15, 17 en 19 in Groningen. Ik loop de Herenstraat vandaag met Marcel Hensema, hij is acteur. En jij begrijpt natuurlijk wel waarom ik deze sjaal om heb, hè? Ja, zeker. Ja, want zeker. Wij nemen dit namelijk op de dag na... En Groningen-Vitesse. Ja! Ongelooflijk, ja. Maar waar. Ja. Fantastisch. Ja. Eerste helft was niks en tweede helft was gewoon klaar. Ik heb niet gezien, want ik moest spelen. Maar ik wel, want ik zat, want jij moest spelen. Ja. Ja, daarvoor loop je ook hier naast mij in Groningen. Want ik ben hartstikke blij dat jij er bent. 2014 was voor Marcel Hensema een topjaar, hè? Ik heb een prachtig jaar gehad. Ja, absoluut. Eigenlijk past er alles in elkaar wat jij doet. Of je nou televisie doet, die serie Hollands Hoop. Ja. Of je nu die voorstelling doet, Minede en nou Min Tweede. De mensen zijn euforisch. Nou ja, het is prachtig hoe het afgelopen jaar gegaan is. Ja. Ik heb inderdaad alle dingen kwamen een beetje samen, ja. Het toneel, ontzettend veel plezier in gehad afgelopen jaar. Televisie, een van de mooiste projecten die ik ooit in mijn leven heb mogen doen. Zo niet de mooiste. Ja. En ook nog allemaal hier in Groningen gedraaid. En dat is heel bijzonder om te mogen ervaren. En nou staan we op de plek waar het allemaal begonnen is. Ja, hier is namelijk begonnen met het duo, ik weet nog precies, Haring en Marmot. Ja, ik heb je nog eens aangekondigd. Met Harry Hoiting. Die later bekend is geworden in de geweldige formatie van Theo Dries. Ja. En ik zie, jullie stonden hier, hè? Als duo. Hier, ja, hier, voor de HEMA, ja. En het mooie is eigenlijk, door het op straat speel moet je ongelooflijk improviseren tussendoor. Ja. En dat is eigenlijk ook een beetje, zeg maar, hoe noem je dat, de ruggengraat van die Mijn Ede en van die Mijn Tweede. Ik speel wel dat stuk, maar tussendoor improviseer ik heel veel met publiek. Dus is iedere avond anders en ga je om met wat de mensen in het publiek roepen en zeggen. En dat was eigenlijk op straat precies hetzelfde verhaal. Dus die improvisatie die je toen eigenlijk hebt aangeleerd, gebruik je nu nog? Ja, we hebben hier jarenlang getraind, zeg maar, op straat. En dat is ontzettend leuk dat het zo samenkomt. Dus wat dat betreft klopt het wel wat je zegt. Maar was dat een beetje in navolging van PR Ines? Ja, wij deden gewoon hun na. Ja? Ben je al heel eerlijk hier, hè? Ja, dan waren zij weg. Dan gaan wij ook van die lange jassen. Ja, ja. Zij liepen de straat uit en dan zetten wij onze koffer neer en speelden dezelfde liedjes. Ja, ja, geweldig. Ja. Haring en Marmot. Hoe kwam jij aan die naam trouwens? Haring en Marmot. Nou, ja, hij heette Harry. Harry. En ik Marcel. Ja, oh ja, shit. En we hadden nooit in Sterrenbos een Amerikaans duo gezien. Die heette Dokter nog wat. Ja. En toen dachten we, nou, daar zetten we er gewoon Dokter voor. En dan verzinnen we twee beesten. Ah ja, Haring en Marmot. Ja, geweldig. Ja, dus, fantastisch. Ja. Hey, en nu dus 2015. Lijkt ook weer af te stevenen op een heel succesvol jaar. Nu alleen al natuurlijk ook. Want dit was jouw grote wens, hè? Je hebt in de Volkskrant heb je gezegd van ik heb alles eigenlijk bereikt zo langzamerhand in mijn carrière. Behalve Piet van Dijk. Behalve de Herenstraat. Ja, nou, ja. En dan ben we halverwege. En dan ben we alweer bijna halverwege. Hey, die tv-serie, dat Hollands Hoop, hè? Ja. Een hele, hele bijzondere serie. Ik moest er eenmaal aan wennen aan die eerste aflevering. Maar daarna raakte je er op een of andere manier aan verslaafd. Je wilde het gewoon zien. Wat vind jij nou zelf als hoofdrolspeler van de kracht van die serie? Ik denk dat het een hele goede combinatie is van een aantal dingen. Het is heel herkenbaar, want het gaat gewoon over een gezin. Ja. Met drie kinderen en alle problemen die we allemaal kennen. En zo'n gezin komt terecht in vreselijke omstandigheden. En iedereen heeft zijn eigen probleem. Hè? De jongeren herkennen zich erin, want die jongen die komt in de drugshandel. Iedereen herkent zich in gezinsproblematiek. En daarnaast natuurlijk die spanning van dat hele drugsgebeuren, die drugshandel. Daarnaast de mooie beelden van Groningen. En er zit ook een dosis humor in. Dus het is een rare combinatie van spanning, humor en menselijke herkenbare situaties. Ja, hoort het bij de top drie van mooiste en beste dingen die jij tot nu toe hebt gedaan? Of is eigenlijk nummer één? Nou ja, alles is op zijn eigen niveau. Dat kun je niet zo zeggen. Kijk, op een gegeven moment zijn alle dingen die je doet, dat is een soort ketting wat je maakt van alle producties. En er zijn producties bij die je het liefst zo snel mogelijk vergeet, maar er zijn ook producties bij die heel dierbaar zijn. En de dierbare dingen zijn eigenlijk Simon, dat is die Wild Romance film, dat is Hollands Hoop. Speelde jij Koos van Dijk? Ja. 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 Simon was die film met Kees Geel, ja. Geweldige film.
Ja. Nou ja, dat zijn voor mij zo, als je zo, de dierbare dingen. En op toneelgebied is toch mijn ede. Ja. En nu ook mijn tweede. Ik vind dat fantastisch om te mogen doen. En om die zaal in te gaan in de provincie. En dat echte contact met Ja, mooi is dat, hè. Hey, ja. Even naar dat mijn ede. Hoe ontstaat zoiets? Nou, eigenlijk stond toeval. Ze wilden hier in Groningen hun ensemble uitbreiden. En toen wilden ze met mij praten. Maar ik zei, ik wil niet naar Groningen. Want ik heb mijn familie in Amsterdam en zo. Ik wil niet verhuizen. En toen zei ze, ja, maar bist toch een Grunnige? Ja. En kan je ook Gronings? En toen vroeg ze, kun je Ede Staal? En toen begon ik te zingen. En toen zei Ola Mafalani, die zei, ja, jij moet Ede spelen. En toen zei ik, nou ja, die is heilig voor Groningers, die kun je niet nadoen. Maar ik zei, ik wil al heel lang iets met die verhaal van mijn ouders. Uit de zaak. En zo jouw vader, jouw ouders hadden een horecabedrijf. Een snackbar in Hoge Zand. Ja. Snackbar Hoge Holtje. Ja. En dus toen was 1-1-2. En toen heb ik al die verhalen verteld aan Rick van der Bos, dat is een Brabander. Ja. En die heeft daar dat hele stuk van gemaakt. Ja. Dat zijn mijn verhaal en hij heeft daar een geheel van gemaakt. Ja. En dat heeft hij nu ook weer met mijn tweede gemaakt. Want mijn Ede, daar gingen we mee de provincie in. En heel vaak na de voorstelling zeiden mensen tegen mij, joh, ik heb een verhaal met jou. Nou, en die verhaal hebben we allemaal opgetekend. Ja. En dat is mijn tweede. Dus ik vertel daar de verhaal van mensen die het publiek zijn bij mijn Ede. Ja, dus het is eigenlijk ontstaan dat jij zeg maar na afloop van die voorstelling van mijn Ede, dat je gewoon eigenlijk bleef hangen tussen het publiek. Ja, letterlijk, ja. Dat je dus, jij praatte dan, je had dan gesprek met die mensen over de voorstelling. Nou ja, met een biertje erbij, weet je wel. Na die tijd dan drink je een biertje. Ja, ja. En dan zeggen mensen, ik heb een verhaal, jong. Ja. En die verhalen heb ik allemaal zo opgeschreven in steekwoorden. En die zijn we, dus we hadden een hele bak vol verhalen. En daar hebben we allemaal elementen uit gehaald. Ja, ja. En het nieuwe verhaal van gemaakt. En zo is dat dan mijn tweede dan ontstaan. Ja, ja. Bijzonder. Ja, dat is echt wel bijzonder. En nu gaat er ook door. Kijk, mijn Ede waren allemaal een beetje geestige verhalen, vaak. En nu komen mensen, en mensen kwamen echt met hun levensverhalen. En hun geheime wensen en verlangens. Ja. En ja, dat is bizar hoe mensen zichzelf opengooien. Maar schrijf jij dat dan op of sla je het op? Ik sla het op en ik schrijf een steekwoorden op. En daar praat ik dan met de schrijver over. En, dus ja, deze voorstelling is er dankzij het publiek gekomen. Ja. En dat is wel te gek. Is het vooral ook mooi, Marcel, wat jij doet, zeg maar, de combinatie van? Ja. Dus televisie maken, theater. Ja. En dat je eigenlijk dat gewoon samen brengt tot alles wat mooi is. Ja, ik wil heel graag kwaliteit maken die toegankelijk is. Ja. Dus niet alleen maar voor mensen naar de culturele wereld, maar voor iedereen. Maar het moet wel een basiskwaliteit hebben. Het moet geen platte toestand worden. Maar ik wil wel de tussenhaakjes hoge cultuur en tussenhaakjes lage cultuur met elkaar verbinden. Omdat, en dat zo oprecht mogelijk doen. En mensen laten lachen, mensen ontroeren. Nou, dat vind ik het mooiste wat er is. En dan even, en dat is mooi in zo'n zaal, want daar ben je echt op dat moment samen. En iedere avond wordt opnieuw uniek daar gemaakt. Geen avond is hetzelfde. En met film is het zo dat met zo'n Hollands Hoop, ja, dat is ook, vind ik, kwalitatief prachtig. Was goed geregisseerd ook. En geweldig geregisseerd en gefilmd. Ja. Dus ja, dat vind ik heel mooi om dat te maken. Kwaliteit voor een groot publiek. En wat doet dat dan met jou als hoofdrolspeler in dit geval van Hollands Hoop, met zo'n onderscheiding als Gouden Kalf, dat je nu weer genomineerd bent voor beste hoofdrol? Ja. Ja, dat weet je toch, hè? Ja, dat weet ik. Ja, dat is natuurlijk een prachtige waardering. En dat is absoluut niet waar je het voor doet, maar dat is wel een hele mooie waardering. Ja, hè? Ja, maar wat ik gewoon fantastisch vind, is zoals gisteravond ook na de voorstelling, dan komen een paar mensen naar me toe en die zijn zo geraakt en die vertelden een hele levensverhaal. En dan geef je op zo'n avond echt een soort betekenis eraan. En dat vind ik echt mooi om te doen. Ja, en bijzonder dat kan. Dat contact met de mensen, hè? Is die voorstelling die je nou maakt, zoals daarvoor met mijn Ede en nu mijn tweede, is elke avond ook weer anders? Nou, natuurlijk, de tekst is hetzelfde, maar er gebeuren tussendoor dingetjes. Hè, mensen roepen wat, ik praat met het publiek, er komen reacties uit. Dus dat maakt iedere avond uniek. Is spannend? Is het elke keer spannend? Ja, zeker. Zeker. Ja? Je moet iedere keer weer heel erg erbij zijn. En de goede insteek hebben. Want anders dan schiet je ernaast. Heb jij nou ook nog getwijfeld dat je dus zei van, na dat succes van mijn Ede, dat jij dus dacht van, moet ik dat eigenlijk wel doen, mijn tweede? Ja, kan ik dat wel even naden? Tuurlijk, man. Ik scheet 7 kleurens rond. Ja? Ja, echt waar? Ja, vlak voor die tijd nog. Dat ik dacht van, god. Weet je, want je denkt, ja, mensen verwachten dat het precies hetzelfde wordt. Maar het is echt een heel ander soort voorstelling. Ja. Maar toch is het wel weer dat Groningse gevoel. Maar je moet jezelf niet herhalen, weet je wel. Je moet wel met iets nieuws komen. Want herhaling is de dood in de pot.
Dus het moet wel hier en nu iets zeggen. En die mijn ede ging over Groningen van de jaren 80. En dit gaat echt over het Groningen van hier en nu. Ja. Verhaal over de aardbeving, over de zorg zitten erin. En dat klinkt zwaar, maar dat is allemaal met een luchtige twist. Maar toch wil ik er wel iets over zeggen. Nou, en actueel. En actueel, ja. Dus, maar zo'n eerste keer, hè, zo'n eerste keer van mijn tweede, als je dat dan hebt gespeeld, ja. is het ook weer dan weer een vorm van opluchting? Valt er dan wat van? Ja, je denkt van, ja. Had jij toen al het gevoel van, ook dit wordt een succes? Nee. Ik had die première, had ik het gevoel dat het totaal niet ging. Maar mensen vonden het toch mooi en de avond ervoor vloog die. En gisteren heb ik dan de tweede gespeeld en dat vloog ook weer. Dus je weet het nooit van tevoren. Maar elke keer als je hem speelt, heb je toch nog weer dat gevoel van, echt dat spanning. Dat gevoel van, zal het vandaag wel lukken? Zal het vandaag wel lukken? Want ik weet nu wel dat de basis op zich, daar kan ik wel op vertrouwen. Wat er is aan tekst en zo, dat weet ik. Maar je moet wel iedere avond weer doen. Ja, je hebt natuurlijk rijke carrière. Ik heb zo'n periode, ik kijk ook oude baantjefilms terug. Ja. En van die series. En dan zie je jou als heel jong jongetje. Je hebt een paar keer daarin gespeeld. Je hebt wel heel veel gedaan al. Hè? Ja. Maar heb je het gevoel dat er steeds nog progressie in zit? Ja. Dat het steeds nog beter absoluut. Wordt? Absoluut. Nee, maar dat is nu qua acteren. Nou, je verdiept je verrijkt je. En soms kan je de bal ook weer helemaal misslaan. Ja. Weet je wel, of de plank misslaan. Maar wat nu bijvoorbeeld weer heel spannend is met Hollands Hoop. Ja. Ik ga volgende week naar de Berlinale. Die gaat nu internationaal ook heel goed. Met buitenland en zo. Dus dat is wel heel spannend. Want er komt een tweede serie, hè, Hollands Hoop. Ja. Gaan jullie een najaar of zo mee beginnen? Waarschijnlijk van de winter draaien. Ja, dat is nu geschreven. Dat is toch geweldig, ongelooflijk. Ja. Maar waar, hoeveel mensen zullen hem kennen hebben net tijdens de wandeling? Wie is die man naast die vent met die bril? Dus het blijft altijd een open deur, je weet het niet. Geef jou een hand, vriend. Hartstikke bedankt, Piet. Je moet in de camera kijken. Jij moet wel kiezen, hè? Want het besluit van de eerste raad is altijd de keuze. Jij kiest uit in de camera uit Kim van Koten of Monique Hendricks. Allebei. Maar jij moet kiezen. Kim van Koten. Kim van Koten, die kant op. Monique is vanavond in de stad. Oké. Okay. Of morgen. Ja, die kant op. Oké. Okay. Marcel Hetsema. Ja, we moeten trots op hem zijn, jongens. Dat zo iemand gewoon uit deze regio komt, dat is een feest.